Leuk dat jullie kijken naar deze nieuwe video, jongens. Afgelopen zaterdag was dus het vuurwerkprotest. Het was echt massaal gedeeld. Ik zag het overal terugkomen. Van Facebook tot aan Instagram tot op YouTube. Alles ging over het vuurwerkprotest van 21 november. Ik moet zeggen, naar wat ik heb gelezen overal en beelden heb gezien van mensen, is het op de meeste plekken gewoon goed gegaan. Hebben mensen zich, hoe het hoort, op een bepaalde manier laten zien dat ze het niet eens waren met het vuurwerkverbod. In de meeste gevallen kwam het er dus op neer dat bij de meeste plekken er wel gewoon op een normale manier protest werd gevoerd. Dat was ook de bedoeling. Het heeft helemaal geen nut namelijk om dingen te gaan slopen en dat soort dingen. Helaas heeft het op een aantal plekken wel plaatsgevonden. En precies die plekken laten ze dus enkel zien in de media. Dat weten we onderhand. Afgelopen week hebben we verschillende soorten journalisten naar ons gekregen. Die zeiden van, hey jongens, ik hoor van het protest. Kunnen we jullie daar een aantal vragen over stellen? Ik ben er eigenlijk niet op ingegaan, omdat ik gewoon weet dat... Je ziet hoe de media werkt. Als er gewoon één slecht ding gebeurt tijdens dat protest, bijvoorbeeld wat er in Urk gebeurde. Ik laat nu wel even het artikel zien in beeld, wat je eigenlijk de hele dag gisteren in het nieuws zag komen. En dat het daar dus misging. Ik zag ook dat daar mensen shells op de grond afstaken en zo en potten. Ja, dat is natuurlijk niet de bedoeling. Alleen het is wel triest dat de media gewoon enkel dat laat zien, zodat het lijkt alsof we met z'n allen gekkies zijn. Dat is gewoon jammer. Wij hebben ook meegedaan aan het protest. Je moet begrijpen dat wij niet alles kunnen laten zien wat we in dat protest hebben gedaan. We laten gewoon enkel de beelden aan jullie zien waarvan wij zeggen van nou ja, dat kon. Omdat we natuurlijk wel ons aan de regels willen houden. Ik hoop dat jullie dat begrijpen. Maar we hebben toch een video, een aantal beelden laten zien. Of we hebben toch een aantal beelden in deze video geplakt waarin jullie kunnen zien hoe ons protest ging. Ik moet zeggen... ik kan een deel verklappen omdat jullie het al aan de titel zien. Maar ons protest was eigenlijk zeer snel afgelopen. Omdat we aan het afsteken waren en de politie dacht dus dat we dus met zwaar illegaal vuurwerk stonden. Ze kwamen dus van twee kanten kwamen ze aangereden. De ene kant met busjes en de andere kant met een burgerauto. En die kerel die stapte toen uit en van beide kanten en we moesten blijven staan. En ik dacht al van ja, volgens mij denken zij dat wij echt veel meer hebben dan wat we echt daadwerkelijk hebben. Dus dat nam heel veel tijd in beslag. Er hadden dus mensen gebeld. Ik meen het, ze hadden dus gebeld omdat ze vuurwerk hoorden. Besef dat even. Het was echt alleen maar categorie 1 vuurwerk wat we daar afstaken. En daar is de politie op gekomen. Dus we werden ook vriendelijk verzocht om daar niet meer te gaan afsteken. En toen hebben we eigenlijk ervoor gekozen om te stoppen. Omdat we eigenlijk alleen nog maar kat 1 bij ons hadden. We hebben ook meer afgestoken. Dat ga ik jullie zo meteen laten zien. Maar dan weten jullie in ieder geval dat we ja, niet alles kunnen laten zien. We wilden eigenlijk voornamelijk het kat 1 laten zien en de rest niet. Omdat nou eenmaal niet alles op YouTube kan. Omdat je dan eigenlijk je eigen glazen ingooit, als jullie me begrijpen. Maar goed, het is gewoon te triest voor woorden. Ik begrijp het ook ergens wel, want ja, door heel Nederland waren er dus vuurwerkprotesten. Het is ook echt massaal is het gehoord. Dus ik hoop ook, en laat het even weten in de reacties, hoe het protest bij jullie ging. Ik ben zeer benieuwd. Maar de bedoeling is natuurlijk wel van zo'n protest om niet de negatieve kant op te gaan zoeken. Dus niet dingen gaan opblazen en dat soort dingen. Want daar bereik je uiteindelijk helemaal niks mee. Dat zie je namelijk dat het in de media alleen maar wordt opgepikt. Zo van de tokkies in Urk die hebben ja, met z'n allen illegaal vuurwerk op straat afgestoken. En je ziet eigenlijk alleen maar negatieve berichten. En dat is jammer. Want dat gaat gewoon de hele reden waarom dit protest plaatsvond, gaat dat gewoon, wordt het gewoon ondergesneeuwd eigenlijk. En dat vind ik gewoon zeer zonde. Dus ik hoop dat als er nog een protest komt, dat jullie je ook gewoon aan de regels kunnen houden. En doe dat ook vooral. Want je hebt er gewoon helemaal niks aan. Je moet waarschijnlijk ook nog mee met de politie. En daar win je helemaal niks mee. Trouwens, ik vergeet ook even helemaal te zeggen, volg ons op Instagram, @pyroteamdelft. Want zodra er meer bekend is over meer protesten of iets, dan maken wij dat altijd bekend. Ik bedoel van, wij organiseren het niet, maar we laten wel weten wat er is afgesproken. Dus volg ons op Instagram, @pyroteamdelft, en jullie zijn ervan ook op de hoogte, mochten jullie dat willen. We gaan nu overschakelen naar de video zelf, de afsteekbeelden. Het zijn er niet heel veel, maar ik dacht toch van, ik neem jullie even mee. Zena, salut jongens. 8 uur protest. Let's go.
Zo, wat een mist, jongens. Kijk, hier, kijk, politie daar. Ja, dit is wel een protest te noemen, man. Ik zeg eerlijk. Ik ben fucking ziek, man. Even zo, voel je melk. Nee, goos, je moet met een fonteintje. Ja, nee. Je pakt zo'n dingbeet, jij ook, en dan gooi je erop. Ja, gast. Als, hey, als er een paar mensen zo'n dingbeet pakken. Te laat, man. Te laat, man. Ja, jongens, daar gaan ze. De drie musketiers. Ja, doen we. Dus jongens, jullie hebben het kunnen zien. Zeer snel kwam de politie er. En dat is echt te triest voor woorden. Ik zal jullie even uitleggen, want de beelden die stopten. En we waren een beetje melig ook. Het is gewoon zo dat de politie ons allemaal om de gegevens vroeg. En wat gebeurde er vervolgens? Ze gingen mee naar mijn auto en ze wilden mijn hele auto zien. De achterbak, voorkap, de dashboard moest ik open doen. Ik moest alles laten zien. Omdat ze echt dachten dat ik veel meer bij me had. Het enige wat ze wel raar vonden was dat er een schaar in lag. Die schaar had ik ooit nog een keertje van Polen in mijn auto liggen om iets mee open te maken. Een verpakking of iets. Maar kennelijk mag je dus niet met een schaar in je auto rijden. Omdat dat dus een steekwapen kan zijn. Wist ik niet. Ik heb geen boete ervoor gehad of zo, maar ik moest mijn schaar wel inleveren. Maar dat laat dus zien hoe ernstig het was bij ons in de regio. Wij konden niet zoals andere mensen. Ik zag bijvoorbeeld bij AW zag ik ook dat zij gewoon rustig konden stoken zonder problemen. Nou, bij ons kan het gewoon niet. Bij ons in Delft is het gewoon, ze handhaven zeer veel op vuurwerk. En bij één knal gaan er al drie auto's op af. Weet je, dat heb je kunnen zien net in de video. En ja, ze moesten dus mijn hele auto hebben. Ik bedoel, alles checken. De achterbak, de voorbak, mijn tassen die er lagen, sportspullen. Alles wilden ze zien en kijken of ik geen illegale knallers bij me had. Ik had ook helemaal niks in de auto. Al het vuurwerk wat ik had, dat had ik bij me. En ja, de rest was allemaal afgestoken natuurlijk. Dat hebben jullie kunnen zien. Dus het is wel triest. Ik hoop oprecht dat er nog een protest komt. Want ik vind dat we ons moeten blijven laten horen. Ik wilde daar nog een aparte video over maken. Maar ik vind dat de vuurwerkbranche, BPN, veel te weinig laat horen van zichzelf. En daardoor lijkt het en neigt het gewoon naar het feit dat ze zich enkel hard maken voor de compensatie die zij krijgen. Maar dat het verbod zelf die is ingevoerd, zich, ja, dat ze daar zich helemaal geen zorgen over maken of druk om maken. Dit was de video voor nu, jongens. Bij een volgend protest gaan we waarschijnlijk een andere stad naartoe. Want dit was niet leuk. Binnen 5 minuten stond de politie. En dan willen we ons even iets beter laten horen. Laat weten in de reacties hoe het bij jullie was. Hebben jullie afgestoken? Wat hebben jullie afgestoken? En dan ja, daar ben ik zeer benieuwd naar, man. Ik heb eigenlijk vandaag de hele dag al gecheckt naar hoe het bij andere mensen was op YouTube. En ik kwam al tot de conclusie dat het bij heel veel steden anders ging dan bij ons. Maar goed, dat is ook het nadeel van de Randstad. Ik zie jullie weer bij de volgende video.